Bij autobedrijf Wouter Bolle in Sint-Antonis een APK-keuring voor 25 euro all-in voor diesel- en benzineauto's. Ook voor onderhoud van uw auto kunt u uiteraard bij ons terecht. De renovatie van het gemaal van Sassen in Grave is inmiddels in volle gang. Johannes Boersma, wanneer is begonnen met dit project? We zijn direct na de bouwvakvakantie in 2013 begonnen met de verbouwing. En dat komt omdat de verbouwing over 2 jaar loopt, 2013 en 2014. En we wilden met name in 2013 nog een klap geven op het hele project, omdat we te maken hebben met een werk in de waterkering. En in de periode 1 oktober, 1 april mogen we niet te veel doen aan de waterkering. Dus vandaar dat we nog een start-up hebben gemaakt in 2013. Wat is er inmiddels gerealiseerd? Nou, we staan hier in het gemaal. Naast mij is de eerste pomp is al weg. Dus dat zal de camera zo wel laten zien, denk ik. En buiten hebben we de constructie van het brugdek al verbeterd. Voor het gemaal langs loopt een brug. Die maakt onderdeel uit van de constructie. Die was te zwak. En die hebben we al versterkt. Dus dat is al gebeurd. Het project bestaat uit verschillende fases of verschillende etappes. Wat staat er nog meer te gebeuren? Nou, binnenkort komt de eerste pomp weer terug. Die is dan gemodificeerd. Er komt een nieuwe motor op, een nieuwe schroeven in. Daar gaan we de winterperiode mee testen. En in 2014 zit met name in de zomerperiode alle werkzaamheden aan de kering. Dus dan hebben we het over damwandschermen en allemaal dat soort werkzaamheden. Waarom is het zo belangrijk dat deze renovatie uitgevoerd gaat worden? Nou, dit is een kunstwerk uit 1928. Het is onderdeel van de kering en het bleek dat dit de zwakke schakel in de kering was. Dus dat is één. Hij moet gewoon versterkt worden. En twee, in het geval dat de Maas hoog staat, dan moet er gepompt worden. En de pompcapaciteit was aan de magere kant. Dus we moeten gewoon meer pompen om het achterliggende gebied, en dan met name graven, moeten we gewoon droog houden. Want om welk gebied gaat het? Welk water? Nou, achter hier is het riviertje de Raam. En op de Raam komen meerdere beken uit. Het is een heel bekenstelsel. Het is een flink achterland en de Raam voert dus het water af richting de Maas. Hoe kan het zo zijn dat de capaciteit nu vergroot moet worden? Heeft dat ergens mee te maken? Ja, dat heeft met name te maken dat we zien en ook verwachten dat de Maas steeds hogere waterstanden gaat bereiken. Dat zijn ook bepaalde rekennormen. Dus we gaan nu al uit van een meter meer water op de Maas dan 20, 25 jaar geleden. En de pompen op zich qua capaciteit kunnen ze nog een heel eind vooruit. Alleen de opvoerhoogte wordt een probleem. Dus we moeten het water steeds verder omhoog stuwen. En dan loopt de capaciteit terug. Dus dat is een van de redenen dat we echt met die pomp aan de gang moeten. Hoe vaak worden de pompen nu jaarlijks aangezet? Nou, gemiddeld is er maar 1 keer per jaar en dan een periode van 2 weken. In extremen is het wel voorgekomen dat het gemaal 4 jaar lang niet gedraaid heeft, omdat de Maas niet hoger gestaan heeft dan de Raam. Het gemaal is ook een rijksmonument. Wordt er hier rekening mee gehouden met de verbouwing, met de renovatie? Ja, heel duidelijk. Als het geen rijksmonument was, was waarschijnlijk een beter alternatief om een heel nieuw gebouw neer te zetten. Dat is makkelijker dan renoveren met een gebouw uit 1928. Maar omdat het een rijksmonument is en we daar zuinig op zijn, wordt aan het eind van de hele verbouwing wordt er ook een hele renovatie van het gebouw gepleegd. Dus wordt het weer tiptop in orde gemaakt. Is het zo dat de vistrap het laatste gedeelte van het project is? Nee, vistrap is niet het laatste deel. Het is wel een heel leuk onderdeel van dit project. Tijdens het plaatsen van de damwandconstructie worden er ook schotten gezet waarbij er een vistrap wordt gemaakt die door een van de spuikokers de Maas verbindt met de Raam. Dus in de normale situatie, als de Raam iets hoger staat dan de Maas, dan kunnen de vissen met treetjes van 10 centimeter omhoog springen richting de Raam. Wanneer zal het project gerealiseerd zijn? Nou, ik hoop dat ik hier over ongeveer een goed jaar weer sta en dat we dan de vlag in top hebben. Want in eind 2014 willen we dit afronden.